hartstikke leuk dat ik één keer per jaar een weekje op je oom Jaap zijn schapen mag passen. Hallo allemaal, wat leuk dat jullie kijken naar mijn vlog. Ik ben deze week op de dieren van de hele familie aan het passen, want iedereen is op vakantie. Zo pas ik op oma en papa zijn kat, want die zitten met z'n tweeën in Frankrijk. En ik pas op de schapen van oom Jaap, die met zijn familie een weekje aan het skiën is in Oostenrijk. Dus, nou, en dat vind ik hartstikke leuk, want ik had vroeger ook graag schapen gewild. Dus ik vind het hartstikke leuk dat ik één keer per jaar een weekje op oom Jaapse schapen mag passen. Oom Jaapse schapen die staan altijd gewoon bij ons in het weiland. En dat is om het gras kort te maken in de winter. Wij doen altijd in de herfst, doen wij de koeien naar binnen. En dan staat er nog een beetje gras. Want koeien hebben alleen ondertanden. Dus die slaan hun tong om het gras heen. En dan trekken ze met hun tong het gras eraf. En dan blijft er altijd nog wat staan. En dit noemen wij oud gras. En nou ja, het is nu weer voorjaar. Met deze temperatuur deze week is dat wel heel duidelijk. Maar het is nu weer lekker voorjaar. En dan krijgen we straks weer nieuw gras. En dat oude gras vinden onze koeien niet zo lekker. Maar schapen wel. Dus wij hebben de hele winter oom Jaapse schapen hier in het weiland lopen. Om het laatste oude gras op te eten. Nou, en nu ga ik ze even een klein beetje bijvoeren. Het wordt nu dus voorjaar en waar gaan de schapen dan straks heen? Want we krijgen nu weer nieuw gras en nieuw gras is voor onze koeien. Dus dat mogen de schapen natuurlijk niet opeten. Nou, deze schapen zijn allemaal hoogdrachtig. Daarom geef ik ze nu ook een klein beetje mais en bierborstel voor bij. Dat is een beetje extra energie voor de hoogdrachtige mama's. En nou ja, dan gaan ze straks naar stal toe en dan krijgen ze hun lammetjes. Dat ze zijn, volgens mij had oom Jaap het erover dat ze half maart uitgerekend zijn. Dus dan, en dan heeft oom Jaap ook een stukje land bij huis. Dus dan doet hij straks de schapen met hun lammetjes weer de wei in. En dan volgend winter staan ze hier weer bij ons op het land om weer het oude gras op te eten. Nou, dit was mijn vlog voor deze week. Het was een hele korte, sorry daarvoor. Maar ja, hopelijk zie ik jullie toch volgende week. Doei doei! Ik ben van plan elke donderdag een vlog te posten. Dus als jullie het leuk vinden, abonneer je op dit kanaal. En dan zien jullie mij volgende week donderdag.